Ik heb daar eerlijk gezegd nooit echt goed over nagedacht. Moest ik dat nu allemaal opnieuw doen, zou ik dat met een, een veel kleiner budget kunnen doen. Ja. Maar ik was echt gewoon zo... Ik was mega naïef of zo. Ik dacht, ja, dat is allemaal wat ik nodig heb, dus dat ga ik allemaal lenen en dan zal ik dat wel terugbetalen. <laughs> dat is toch zo zat? Want dan heb je daar toch wel een heel groot vertrouwen in dat dat gaat lukken? Ja, maar dat was volgens mij ook de kracht. Want een ja. paar jaar later dacht ik zo... Maar je echt Maar Dat je zoveel vertrouwen hebt. Terwijl je gewoon. twee heet Van oké, okay, begin maar. Welkom bij de Brand Babes Podcast. Ik ben uw host Jessica de Blok. Misschien kent je mij van Antwerp Avenue, van Alpha Vrouwen. of van hier bij Business Bestie. Elke week nodig ik een nieuwe inspirerende Brand Babe uit. om haar verhaal naar buiten te brengen. om u te helpen om uw onderneming om te toveren tot een super succesvol en bekend brand. Welkom bij de Brand Babes Podcast. Ik ben uw je host, Jessica de Blok, en vandaag heb ik een naamgenoot in de studio. Zij is onderneemster die is gestart met een foodbar en die daarna is uitgegroeid tot echt een brand en voornamelijk ook een online brand. Ze heeft ongelooflijk grave en superpopulaire producten die direct uitverkopen als ze online komen te staan, zoals bijvoorbeeld haar bananenbrood mix, waar dat iedereen gek op is, inclusief mezelf. En uh, je hebt de darmku. Ik zeg al tegen u. Ze heeft de darmku. Van, van alle grave producten die ongelooflijk rap uitverkopen, omdat hij zo'n cool brand is. Welkom in de studio, Jessica Welton van Munch. Hey, dankjewel. <laughs> ik, ik was er juist aan het zeggen dat ik het dat altijd grappig vind om je naam te zeggen, omdat we dus dezelfde naam hebben. Dat is raar. Zeg je, jij vaak je eigen naam tegen... Nooit. Allee, tegen, nooit. niet zo random tegen iemand. Maar... Ik ben echt Jess gewoon, eigenlijk. Ja? En niemand noemt mij ook bij mijn volledige naam. Ik heb dat net gedaan, zeg, ongelooflijk ja. Maar je Instagram-naam is wel Jessica Welton. Ja, dus uh... wel. Oké, okay, hoe zou jij jezelf voorstellen dan, uh, mensen die luisteren? Ik zou mezelf voorstellen als een mompreneur. Dus ik ben echt wel een, ja, een mama. Ik ben heel graag mama, maar ik ben ook onderneemster. En ik ben eigenlijk ook vrij jong begonnen. Hoe um... oud waren je? Ik was 23. Ja. En ik denk dat wij een van de eerste waren dat wij zo op een jonge leeftijd begonnen te ondernemen. Dat dat toen ook niet zo makkelijk dat was. Dat was niet zo cool. Nee, en ook, je wordt ook niet echt serieus genomen op die leeftijd. Het was eigenlijk een, een vrij moeilijke periode om te starten. Ja, inderdaad. Dus jij bent toen gestart met, met de voetbar. Ja. Op met, de Oud-Aan? Op de Oud-Aan. Dus ik ben gestart met de voetbar. Ik was eigenlijk, in een, voordat ik startte met de football, dan begon ik sapjeskuren te maken. omdat ik zelf een sapjeskuur scuur doen, maar ik lustte dat niet, want ik lustte geen groenten en fruit. <laughs> dat heb ik gehoord. Ja. <laughs> dat je geen kennis eigenlijk. Echt hè? Heel zot. En dan um, begon ik mijn eigen te maken en dan dacht ik oké, okay, deze krijg ik wel binnen en dan ja door de kracht van Instagram en social media moest ik dat voor vriendinnen maken, voor kennissen. en zo is het balken gaan rollen, maar daar wou ik eigenlijk mee stoppen als mijn voetbaar open ging. Ja. Maar dat werkte zo goed dat ik niet kon stoppen, dus dan ben ik die twee gaan blijven combineren. Sowieso ja. voetbaar ontstaan. Ja? Door een menu te maken met gecombineerd van groenten en fruit, dat ik wel luste. En wat was dat dan? Ja, smoothie bowls, smoothies, uh, toast avocado, toast hummus, um, ja. slaatjes. Maar dan, ja, alles moest heel goed gekruid zijn en moest heel lekker zijn. Dus ik kon bij mijn eigen wel gaan eten, <laughs> maar nog altijd niet er is anders. Oh my God. Hoe, komt dat je geen, hoe kan dat dat je geen groenten. Ik ben, ik ben zo opgegroeid. Echt? Echt? Wat had je dan? dat brood of Soep. zo? Soep, Soep, dat reist, zijn groenten wel. Maar ja, ja, ja magine, heel veel koolhydraten. Ja, heel veel koolhydraten. Ja, Als ik dan nu terugkijk naar hoe ik mij vroeger voelde, dat ik totaal snap waarom ik nooit energie had. Ja. En dat ik altijd en... Je wordt altijd aan het verteren eigenlijk. Gewoon zo permanent verteren. Ja, dat is gewoon heel vermoeiend voor je lichaam. Jij zei ook wel echt. Uh, ja, natuurlijk, ik spring hier al een beetje van de hak op de tak, maar je zei wel een beetje obsessief ook met gezondheid. He. Ja, ik ben obsessief met gezondheid. Ja. Um, voor mij is dat echt een missie, omdat ik me eigenlijk heel mijn leven vrij slecht heb gevoeld, zonder dat ik dat door had. Hè? Okay. Maar het is door die switch te maken naar een gezondere levensstijl dat ik bij zo goed ben beginnen voelen, dat dat voor mij echt zoiets was van maar wow, please, iedereen probeer. <laughs> want ik eet, had... please, groenten. <laughs> ja, eet, please, groenten. Eh, gewoon gezond. Want ik had zelfs niet door dat ik mij slecht voelde. Snap je? Dus ik snap ook dat heel veel mensen... Ja, niet per se de stap willen zetten naar een gezonder leven omdat ze niet beter weten. Ja, omdat dat lijkt dat wat je nu doet het leukste is, maar dat is niet per se, want je kunt nee. echt een mega goed gezond leven. Dat je krijgt een gezond zijn. leven, je voelt je zoveel beter, waardoor dat je gewoon goesting hebt om gezond te leven ja. en dat je die andere voedingsmiddelen begint te bezien van nee, liever niet. Ja, ja inderdaad. Oh my god. En waren jij toen al met de opening van de foodbar, al zo into gezondheid? Ja, ja. Oké, okay, dus dat was de bottomline van de foodbar, munch. Ja, want okay. ik, ik deed toen aan thai-boxen. Ik moest afvallen, ik moest, want dat is per gewichtsklasse. Ik moest afvallen, dus er geen groenten en fruit, dus ik dacht, oké, okay, hoe ga ik dat hier doen? Dus ik ben van alles gaan experimenteren en toen dacht ik, oké, okay, ja, nice. Als ik dat allemaal lust, moet iedereen dat lusten, dus ik ga een <laughs> voetbar openen. En ja, zo gezegd, zo gedaan. Thai-box, dat wist ik niet dat jij dat deed, vertel eens. Ja, ik deed dat. Ik vond dat superleuk. Um, ik was er ook vrij goed in, dus ik oh. wou competitie gaan doen. En de eerste stap was afvallen. En okay. voor mij was dat een hele opgave, want ja, ik leefde op brood, pasta, rijst, frieten, um, <laughs> ja. ja, Alles wat niet gezond was, hè, of alles wat niet goed was voor mijn lichaam. Dus ik dacht, oké, okay, hoe ga ik dat aanpakken? ben ik beginnen maken van smoothies, smoothie bowls, mijn eigen granola maken. Want ja, dat vond ik dan niet lekker, ergens oh. anders. Want die noten vond ik ook niet lekker, dus ik, <laughs> ik moest die noten kei fijn gaan kappen. En dan mijn eigen granola maken. Dus zo ben ik ja, mijn eigen gerechtjes beginnen maken. En dacht ik, oké, okay, als ik dat lust, en lust iedereen. Hè. Dat is wel altijd. En dan ben ik die voetbal begonnen. En als je zo nu kijkt naar. Hè, dat je bent opgevoed dat je dan die groenten niet echt moest eten. en hoe dat jij dat nu doet, no Dat was geen optie, hè? Dat was geen optie. Maar ah, je ik moest... moest dat wel. Ik, ja, ik, 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 allez, ik weet nog dat ik aan tafel was aan het slapen. omdat mijn bord leeg moest zijn. en ik moest echt kokhalzen. Hè. Van groenten. Van groenten hè? Dus het heeft niet echt te maken met het feit dat je ouders bijvoorbeeld hadden gezegd van oh, we laten het nee, 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 niet. Nee, 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 nee. nee. Kleine trauma. Ik zie mij echt zo nog liegen zo op tafel. Oh echt waar. Dus, uh, oh en dan hebben ze het wel gewoon opgegeven en gezegd van oké, okay, dan eet je gewoon soep. Ja, omdat daar ook gewoon groenten in <laughs> Maar was het dan een textuur van die groenten dat je vies vond? Ik denk als ik nu terugkijk dat dat gewoon niet op een lekkere manier is klaargemaakt. Oh, ja, Wat ik dan dat denk ik. dat het voorbeeld is bij heel veel gezinnen thuis nu dat er gewoon te weinig kruiden is gemaakt of niet op de juiste Manier waardoor het ook gewoon niet meer smakelijk is. Ja, echt. Echt ook een <laughs> beetje shade naar je ouders. Maar oké, okay. dank dat die hun groenten hebben klaargemaakt. Maar... Ja, oké. Okay, ja, ja. Maar het was niet lekker. Het was niet lekker. <laughs> ja, het was ja, niet maar... lekker. Ja, inderdaad. Um, als je een broccoli. Ja, je kunt dat op zoveel manieren maken. Ik leerde ook van mijn vriend. Ja, ik wou juist zeggen. Ja, je zit maar, natuurlijk maar, maar wel bij dat de broccoli. Dat, ja, dat is te zot hoe dat je van één product op zoveel manieren kunt maken en dat de smaak gewoon verandert. <laughs> Dus echt, ja. Ik wil je zien die uit zijn hoofd kunnen kijken. Dus even voor de mensen die luisteren, wil je vriend even kort voorstellen, nu dat we er zo over aan het raven zijn, wat hij allemaal kan? Mijn vriend is een chef, ja. um, maar die kookt heel gezond en heel puur. En dat is en zo, zo, zo lekker, goed. Is zo goed. Echt. Moeten we reclame maken? <laughs> ja, dat is de, hij heeft een eigen zaak, Maven. Ik denk daar, wel dat je dat gaat kennen. <laughs> en hij is daar ook de chef. Ja. Dus die, die stelt me menu ook samen in alle gerichtjes. Het is gewoon mega lekker. echt En als je heel veel chance hebt, dan moet je niet iemand naar de Meve gaan. Dan mocht je gewoon bij je thuis komen eten zoals ja, ik. Ja, Want die gaan mij echt niet zelf laten koken. Als, er, als ik mijn vriendinnen uitnodig, dat niet heel veel is, dan gaat hij ervoor zorgen dat, dat hij het eten klaarmaakt. Ik vind dat echt zo het allerbeste. Ever. Ja, en dat is zo lief. Ik heb gewoon heel veel chance. En jij Je ja. hebt ook heel veel chance. Maar uh, ja, dus die heeft inderdaad, als je dan zo even die twee Situaties naast elkaar ligt van uw ouders vroeger die misschien gewoon een broccoli hadden gestoomd, geen kruiden op of whatever, en dan hoe dat de zil maakt, ja, dat is gewoon twee totaal andere gegevens. Inderdaad, als je dat lekker klaarmaakt, kan dat ook gewoon beter. Hoe heb je dan eigenlijk voor jezelf die recepten gevonden? Ja, gewoon uitproberen. Uitproberen, uitproberen, flansen, in elkaar flansen en gewoon doordoen totdat ik zoiets heb van, ja. Het voordeel bij mij is dat ik echt een moeilijke eter ben. Dus eens dat ik zoiets tip van, ja, het is goed, <laughs> dan ben ik, heb ik ook dat zelfvertrouwen dat iedereen dat goed gaat vinden. <laughs> dat is wel goed. Ja. Oké, okay, en dus welk jaar was dat dat je dan de foodbar bent gestart? Um, dat is in 2017, denk ik. Oké, okay, dus dat is nu eh, zes jaar geleden. En jij hebt de foodbar opgestart en dat was eigenlijk redelijk snel een succes, hè? Ja, direct. De eerste dag al. Okay. Hoe is je eerste dag gegaan? Uh, Ramzalig. <laughs> Ik dacht zo: rijden buiten. Ja, wow, maar een wow. zieke rij. Maar dat was het probleem. Ik kreeg ah, ja. niet alles op tijd klaar, waar mensen ja, lang moesten wachten. En ik voelde mij echt alsof ik zo'n winkeltje was aan het speel dat was allemaal zo niet echt precies Mensen <laughs> mensen hun echt geld ontvangen en echt geld ja, in ja, echt maar zo, te teruggeven maar ja. wat, is this real is this real ja, ja. dus, oké okay, dat is nog wel leuk hier is weer geld next leuk Oh, ja. meer geld leuk Dit ja. is tof ja. ah ja dus er was al direct heel veel succes hoeveel, weet jij nog hoeveel volgers had jij toen al had opgebouwd nee ik weet dat niet meer maar redelijk wel veel want ik heb echt iedereen van in het begin meegepakt ja Um, er was toen nog niet, zoveel... Allee, nog niet zoveel te doen op Instagram, dat weet ik wel. Maar ik heb de werken meegepakt, ik, ja. Ja, ik heb alles meegepakt. Mijn gerechtjes dat ik thuis was aan het proberen. Dus de mensen waren, ik weet ook al dat bepaalde bv's mij volgden toen. En ja. Ik zei dat van, why? Maar oké, okay, goed. Dus er was wel direct zo aandacht naar Munch. Ja. En ja, met de opening was dat bam, een en toen dacht ik van waar komen jullie allemaal? Ja, zo goed. En dus dan, je hebt dus eigenlijk je volgers... Ja, wat was dan zo de, de content waarmee dat je die volgers voor dat punt hebt opgebouwd? En dus en je, je zegt van, oké, okay, je hebt de renovaties of whatever, de werken en dan die recepten. Maar daarvoor had je eigenlijk al wat een following? Um, ik had daar wel een following, maar niet zoveel. Het is echt vanaf dat je eigenlijk de foodbar hebt beginnen openen en die content ze beginnen delen, dat de volgers zijn gekomen. Dan. Ja, voor, voor, voor de foodbar, met die renovatie Ja, Ja, ja. En, dus ja, de aanloop dan, ja. naar de foodbar. De aanloop, ja. Hoe zot is dat? Dus de content was eigenlijk gewoon een storyline. Een storyline, ja. ja van, ik, ik ga deze open doen. Ja. Die, ik heb deze band gevonden. We gaan het nu renoveren. <laughs> zo goed. <laughs> ik ben nu even een gerichtje aan het maken. Um. Leuke les ook voor mensen die nu luisteren, die zoiets hebben van, ja, ik heb hier nul de fok volgers. En die denken, ja, uh, yeah, should I show up for no one? Maar ja, yeah, you show up for no one and then the people come. Want als je natuurlijk, eh, veel mensen maken fout, de foute redenering van, ja, ik zal wel eerst volgers gaan aantrekken en dan maak ik wel leuke content. Maar die volgers gaan er nooit niet, niet komen als je geen leuke content maakt. Nee. Je moet het voor nul volgers doen ooit. Je hè? kunt niet vroeg genoeg beginnen. Elke volger allee, babbelt ook weer verder. Hè. Van, okay, ik ging een, een heel gezonde foodbar uitbrengen. Heel veel mensen waren enthousiast. Dus die mensen die vertellen dat voort en die zoeken je dan op. Ja, inderdaad. Dus dat is die mond-aan-mond reclame. Dus je hebt ja. met social media de real-life marketing gaan voeden. Echt. Ja, ja supergoed gedaan. Hè? Dus je hebt dat dan opengedaan en dat was het chaos. Dag één. Mega chaos. Oké. Okay. En dat heb je <laughs> kunnen oplossen... Ja, mensen hebben wel begrip voor je in eerste dag. Hè. Dat heb ik ook bij nieuwe zaken. Dus zo, ja, de eerste dag moeten we sowieso wel <laughs> ja, ja, even tuurlijk. zoeken. En dan komen die wel terug. Maar mensen waren altijd wel tevreden van mijn eten. En dan daarna hè, heb je dat dan verder uitgebouwd, al zien. Dus je hebt de structuur met je gevonden. Zit je daar relatief snel mee? Personeel begonnen? Of hoe je dat gedaan? Ik had direct iemand vast in dienst. Oh, zot. Ja. Mijn ook... Ja, goed, hè? Ja, mega goed. Wow. Zot. <laughs> ik dacht gewoon zo, ja, ja maar... Ja, ik dacht gewoon, dat is nodig, dat is yeah. nodig dus ik ga dat doen. Ik heb daar nooit over nagedacht of ik, dacht ik dat kon betalen of niet. Oh. Ik weet niet... Ja, ik was 23 jaar. Ik weet niet meer waar ik... En ik wist totaal niet meer waar ik bezig was. En waar had je dan... Heb je dan dat kapitaal geleend? Of hoe heb je dat gedaan? Ja, ik heb dat geleend. Ja. Um, ik heb ook maar gewoon geleend waar ik kon lenen, yeah. zonder deftig na te denken: van is dat wel wat ik nodig heb? Yeah. Ik heb echt keihard gespendeerd. <laughs> oh my god. Maar dus, je wou het vanaf het begin wel heel serieus aanpakken en dan zo go big or go home eigenlijk. Ik heb daar eerlijk gezegd nooit echt goed over nagedacht. Moest ik dat nu allemaal opnieuw doen, zou ik dat met een, een veel kleiner budget kunnen doen? Ja. Maar ik had echt gewoon zo. Ik was mega naïef of zo. Ik dacht, ja, dat is allemaal wat ik nodig heb. Dus dat ga ik allemaal lenen. En dan zal ik dat wel terugbetalen. Dat is toch zo zat. Want dan heb je daar toch wel een heel groot vertrouwen in dat dat gaat lukken. Ja, maar dat was volgens mij ook de kracht. Want een paar ja. jaar later dacht ik zo: maar je zegt echt, zot. <laughs> maar Dat jij gelukt. zoveel vertrouwen had Terwijl ja. dat je gewoon. Zo weet van: oké, okay, begin maar. Um... En die lening terugbetalen is dat. Snel gegaan of hoe heb je dat gedaan? Ja, dat is vrij snel gegaan omdat Munch eigenlijk van in het begin eigenlijk winst heeft gemaakt. Ja. Dus uh, nice. dat vond ik wel mooi, omdat ik altijd te horen kreeg van ja, het eerste jaar wordt moeilijk en je moet niet direct winst verwachten. En het zou wel mooi zijn als je break-even bent, maar ik had wel, ondanks dat je een vaste werknemer in dienst hebt, wel direct winst. Maar goed, ja. En je had nu zelf kunnen betalen al relatief snel? Je eigen loon kunnen uitbetalen? Vanaf wanneer was dat? Uh, na nou het eerste jaar nee wel goed hè super zat en zei jij ook niet heel snel zwanger geworden Noah? toen ja uh, yeah. was hij... was dat de bedoeling um... Dat was niet de bedoeling. <laughs> Sorry dat ik dat zo zie. Ja, nee. Dat maar het was de daar ding even, mee, even, Ja, mega gewin, daar, daar niet van hè? Maar dat was niet, niet de bedoeling. Maar dat ben... was toch zot, hè? Ja. Alles samen, hè? Ik was, ik was uh, juist beginnen ondernemen. Ik was nog jong gewoon. <laughs> um, ook nog niet genoeg over nagedacht, maar dat was zo en mega welkom En dan dacht ik, oké, okay, I'll make it work. Ja. Ik heb ook wel dat tot de laatste dag kunnen werken. Oh, hoe zat is dat? Ja. Echt zo in de voetbal staan en dan even bevallen. Klaar. Ik heb tot de laatste dag echt gewoon kunnen werken, alsof er niks aan de hand was. En de laatste dag had ik zoiets van, ik moet even zitten. <laughs> hoe zat is dat? Ja, en een paar uur later dan kwam mijn weeën. Uh... Maar dat heeft wel... Ik, ik herinner me dat nog, dat jij toen... Zwanger werd en dat ik dacht: hoe moeten we dat doen samen, die zaak. En die baby. Hoe, je dat, hoe heb je dat aangepakt? Ja, dat is een vraag die heel veel mm, mama's zou ik zeggen, maar ze heel veel vrouwen hebben van die, die ondernemen van, hoe doe je dat dan, dan ja. in de crèche? en ja, je, je brengt die naar de crèche en je past je een dag een beetje aan. Hè? En, dat je, en dat ga. Natuurlijk natuurlijk En hij is zo cute. Hij is zo goed uitgedraaid, de kind. Ja, zalig, het is de hè? beste ambassador voor Munch ever. Ja, en super is superlief. Die staat helemaal achter Munch. <laughs> um, ja, daar draait Munch ook om, hè. Dat het mega gezond is en dat je kinderen ook mijn bananenbrood kunt geven. Dat het makkelijk wordt. En uh, Noah zit in de testpanel, hè. Hij vindt dat heel lekker, hè, dat bananenbrood. Ja, we dat waren er honderdduizend <laughs> <laughs> en Kids Don't Lie, wat is hem nu? Hij is nu vier. Ja. <laughs> en dus die zegt daar de de tijd. Mmm! Lekker! Ja, maar ik heb ook filmpjes van, van producten dat ik niet zo lekker vind. En dat moet je eigenlijk ook iets online gooien. Ja, want dat hem heel eerlijk is. Maar he? hij is heel eerlijk. Ja. Die ga, die, allez, ik zeg niks voor. Die, ik wil gewoon <laughs> ook weten van. Oké, vind jij het lekker? Want dat is eigenlijk de bedoeling. Hè? Ja, inderdaad. Dat de kinderen dat ook lekker vinden. Zodat die ook gewoon die voedingsstoffen allemaal binnenkrijgen. Ja. dat zal wel niet zo evident zijn met een kind. Ik, die... ben, uh, ik heb nu ook een carrot cake. Maar die carrot cake ja, vond ik in het begin niet lekker ik heb genoeg zegt hem dan nog heel vriendelijk ik heb genoeg dat is zo diplomatisch. Ja. normaal wil hij altijd meer en dan zegt hij kip genoeg en echtig oei nieuwe ronde nee, nee. oké okay, even uh, het recept aanpassen voor de kriticaaster. nee maar dat is wel kijk goed ja, het is goed dat hij zo eerlijk is hè. superbelangrijk. maar dus je hebt eigenlijk echt een zot verhaal uitgebouwd wat denk je dat zo een grote succesformule is geweest van Munch tot nu toe als ik daarover nadenk, dan is Munch ja, een mega-aligned brand met wie dat ik ben. Ja. Dat is, ja. Munch is eigenlijk vertaald naar wie dat ik ben. En zolang dat ik verander, verandert Munch ook. En er zit heel veel eerlijkheid in, heel veel transparantie. Um, en ik denk dat die mensen van in het begin wel aanvoelen van oké, okay, maar die zitten ons niet voor te liegen. Of dat is geen marketing of... Natuurlijk zit er een beetje marketing in, maar het is heel transparant. Ja. Ik wil u beter doen voelen. Ja. Ik wil dat jij u even goed voelt als mij. En ik geloof dat dat kan. En ik wil dat. En ik wil je erin pushen en ik wil je erin motiveren. Dat en dat is... doe jij ook, hè? Je doet dat, dat ook heel hard. Dat is voor mij echt munch. Ja. En je hebt dus ook al wel, hè, je zegt die transparantie, je hebt echt, vind ik, een mega power move gedaan door, je hebt een van je beste producten, ja, ik kan u het verhaal misschien laten vertellen. Ik verkoopte in het begin dus de stapjeskuren, wat eigenlijk nooit de bedoeling was. Maar omdat dat zo goed liep, ja, zou het eigenlijk stom zijn om dat niet verder te zetten. Dat heeft mij ook goed doen voelen. Ik stond er ook volledig achter. En de dat ik verkocht, Maar na een paar jaar, ja, ik blijf bijstuderen, ik blijf ja, mijn kennis vergroten, Dan dacht ik zo: maar wacht eens even. Volgens mij. Ja, is dat eigenlijk, ja, zijn er eigenlijk veel betere manieren om je lichaam te voeden, te detoxen of ja, te resetten? En is dat niet aan de hand van een sapjeskuur? Ja. Ik heb daar heel lang mee gestruggeld Ik weet ook nog dat ik u op een dag had gebeld, mega oud, van nowhere. En ik dacht van, ja, ik, ik voel mij niet goed, ik voel mij slecht, ik kan daar geen reclame meer voor maken, dat gaat niet. Maar ja, dat was wel de grootste inkomstenbron voor mij. Dan dacht ik, ja, moet ik, van nul beginnen, maar ik kon het gewoon niet meer. Um, dan werden mijn recepturen ook gepikt door ja. de fabrikant. Um, en dat waren voor mij allemaal zo signs van stop er gewoon mee. Dan heeft jij mij ook overtuigd van als het niet goed voelt, stop er dan gewoon mee. En dat is wat ik ook ten alle tijde wil zijn. Ik wil mijn eigen goed voelen. Ik wil eerlijk zijn, transparant zijn. En als het niet meer. Licht in de lijn van waar ik geloof. Of als ik nog maar het gevoel heb dat ik ga moeten liegen of iets moet moeten verbloemen, dan is het tijd om te laten gaan. En daar heb ik met die sapjeskuren gedaan. Ik sta daar niet meer achter. En het feit ook dat, dat mijn recepturen gepikt waren dat mijn concurrenten in ieder wie gewoon mijn sapjes konden pakken waar ik zo hard voor had gewerkt, was voor mij ook zo van ja, weet je, laat het zitten. Hoe mocht ze hebben. Dat is een fucking power move. Hè? Dat is zo graaf. En ik weet nog dat jij mij belde. En dat, ik toen, ik, dat is altijd gemakkelijker vanaf een afstand om te bekijken wat er gebeurt. En ik ken u natuurlijk en ik weet waar je voor staat. En ik dacht op dat moment... Maar you are the brand. En mensen vertrouwen u. En als je die transitie maakt met een goed verhaal en je ver, zet daar eerlijk in en je maakt dat duidelijk aan mensen van kijk, ik heb nieuwe informatie en mijn missie is om u te helpen. That has never changed. Dat is altijd hetzelfde gebleven. Die missie is hetzelfde. Je hebt gewoon de manier waarop je mensen helpt ja, ja, veranderd. En dat is normaal. Met nieuwe info komen nieuwe manieren om dat, om dat aan te pakken. En jij hebt dat kunnen doen. Ik vind dat heel graaf, want het ding is... Ik kan je dat honderd keer zeggen, dat, dat, dat jij dat kunt trekken. Maar dat is niet noodzakelijk ja, als je daar een omzet voor moet knippen. Dat is echt wat veel mensen zeggen. Killing your darlings is vaak een heel grave move. Maar dat zie je niet altijd op dat moment. Dat is wel moeilijk. Nee, en dat is ook. Eh, grote ondernemingen of businesses, die bekijken hun onderneming eens als, echt als een onderneming, als een business. En dan zat ik ook in de strijd van. Maar je moet niet altijd alles doen wat je voelt. En bekijk <laughs> ja. dat toch ook iets business-wise. Maar ik kan dat gewoon niet. Mijn missie is inderdaad: iedereen happy te zien en dat iedereen zich goed voelt. En ik heb er ook mee gestruggeld dat mensen dachten: van ja, maar je hebt dat zoveel jaren verkocht en nu ineens, bam, je zal er niet meer achter. Ja, waar gaat je eerlijkheid naartoe? Of snap, ah ja, kun ik dat moet uitleggen? Maar ik denk dat dat heel, heel duidelijk is. En hoe hebben mensen er dan uiteindelijk op gereageerd naar u? Um, heel veel mensen waren teleurgesteld omdat ze de sapjes zouden blijven bestellen omdat ze zo lekker waren. <laughs> ja, dat, ze waren wel heel lekker en natuurlijk. Ik mis die ook wel, maar door de kennis die ik nu heb, denk ik ook zo van ja, maar nee. Nee, goed voor, voor, voor als we op vakantie zijn of als een snacksje, dat je zegt dat je er zin in maar echt een sapjeskuur? Nee. Oké. Okay. Nee. En je bent dan geëvolueerd. Je hebt gezegd van, ik heb nieuwe informatie Wat is nu zo? Ja, leg eens uit. Wat is je ding nu? Wat is de informatie die Tazwa heeft overschreven? Wat voor mij heel belangrijk is, is dat we back to basics moeten gaan. En het is zo simpel, maar we moeten eigenlijk weten waarom. En dat is eigenlijk de informatie dat heel veel mensen niet weten. En als je die informatie niet weet, en heb je ook niet echt de goesting voor dat te doen. Want iedereen weet eigenlijk hoe dat ze moeten eten. En ja, niet helemaal, maar het is eigenlijk vrij logisch. Hè, als je naar, naar eerlijke en pure producten gaat en niet bewerkt, en geen uh, chips, en geen koeken, en geen bewerkte voeding, pizza's, of maakt niet uit. Dat is beter voor je lichaam. Ja, dat is sowieso beter voor je lichaam. Ja. We hebben gewoon pure producten nodig, back to basics. Ja, inderdaad. En dan zit jij wel heel erg beland in zo'n intermittent fasting en intermittent living. Ja, dat, dat heb ik altijd al gedaan. Dus ik heb ja, vasten doe ik al sinds de voetbar. Ah ja, zot. Maar het laatste lang. jaar ook door samen te zijn met mijn vriend, want die zijn met mij zijn ook mega into gezondheid. Ben ik ook beginnen gaan vasten volgens mijn cyclus? Ben ik ja, voedingsmiddelen anders gaan beginnen zien? Ik eet geen terwe niet meer. Um, ik um, ben ook tegen zoetstoffen nu. Ja. Dus er is heel veel veranderd. En wat heel belangrijk is, is dat de mensen weten waarom. Ja. Waarom geen zoetstoffen? Waarom geen terwe? En dat probeer ik met de mensen mee te geven. Ja. Waarom moeten we kijken naar onze darmen? Waarom moeten we kijken naar onze lever, naar onze organen? Dus veel holistischer en veel meer, zou ik niet echt een quick fix, maar een, een globaler plan zijn. Een levensstijl. Je moet, ja, een gewoon. levensstijl aanpassen. Ja. En wat is het resultaat als je dat doet? Hoe ja. voel je je dan? Kijk hoe. Ik ben mentaal ook veel stabieler. Omdat ik, ik ben een heel gevoelig persoon ben. Dus ik kan heel gelukkig zijn, ik kan ook snel verdrietig zijn. Maar ik voel me 90% van de tijd gewoon mega happy. Ja. En ik denk voor mensen die gevoelig zijn, is voeding superbelangrijk. Als je veel suikers gaat eten, dat heeft ook ja, een in, allez, invloed op je mentale welzijn. Maar mega, mega. Sporten doet mij ook zoveel goed. Ja. Je zit altijd morgens in je fitness. Je lijkt een zot te vlammen. Ja, maar nu heb maar ik... Jij heb – Maar je doet dat zo goed. Is inspiring. Nu heb ik bijvoorbeeld een maand niks gedaan en ik voel dat echt. Ja, dat is niet... Op de duur, dat fokt met je brein als je het niet sport. Ja, maar je, maar je hebt dat soms niet door, hè. Nee. Je hebt niet door wat je goed doet voelen en je hebt niet door wat je slecht doet voelen als je dat niet begint te ontleden. Ja. En elk lichaam is anders, dus dat is echt een oefening dat je dag in dag uit moet doen, want hoe ouder dat je wordt, ja, verandert dat weer allemaal. Ja. Dus dat is ja, een oefening dat je heel je leven moet doen. En daar helpt jij mensen mee, hè? Mensen ja. die... En hoe doe je dat? Uh, aan de hand van natuurlijke supplementen. Ja. dus gewoon echt goede kwaliteit geen een brol toegevoegd geen ene en misschien bewaarmiddel geen kleurstoffen geen suikers geen andere zoetstoffen um, In cursussen ja en ja. jij hebt een cursus deze jaar gelanceerd weet ja. je love your body oeh ja. goeie naam um, dat is echt een cursus dat ik iedereen wil aanleren van zijn eigen lichaam te leren kennen omdat dat voor iedereen anders is, dus ik ga geen dieetschema meegeven van zo moeten eten. Nee, ik geef je gewoon heel veel informatie mee over voeding, over vesten, over bewegen, over onze cyclus, over van alles. Morning routines, evening routines en welk effect dat op ons heeft. En dat de mensen dan op hun eigen tempo en manier alles kunnen gaan onderzoeken wat voor hun werkt. Want het is niet omdat dat voor mij werkt, dat dat voor u gaat werken. Maar wel wil ik u alle informatie geven en dat jij dat op uw tempo gaat uitzoeken. Ja, heel een andere insteek wel dan de sappen, die zo een beetje een quick, -quick fix waren voor alles eigenlijk. Ja. Hè? Ik vind dat super inspirerend dat je die een ommezwaai hebt gemaakt. Ik, zeg, ik heb het al gezegd, dat is een power move. Niet iedereen durft dat. Hey, Laat eigenlijk een deel van hun omzet laten gaan. Um, deel. Een groot deel van hun omzet laten gaan. In favor of being honest, dat is eigenlijk, hè, dat zijn brandwaarden van je brand, dat je gewoon hebt doorgetrokken, een beetje kosten wat het kost. Maar op lange termijn levert dat ook wel gewoon keihard op. En ik denk ook, mensen vertrouwen nu super hard en dat is nee. ook terecht. Want je gaat die geen rol aansmeren. Je hebt het beste gedaan met de info die je hebt. Vroeger, en je hebt dat ook nu, gedoet, doet dat nu terug, en mensen kunt je daar ook in meenemen. Dus ik snap ook wel dat daar gewoon heel goed op wordt gereageerd op die cursussen. Dus, uh, maar dat is een growing brand, hè. dat zit allemaal ook onder Munch. Ja. Ja. ja, alles zit Munch, want dat is inderdaad, wat ik zes jaar geleden dacht over Munch, waar ik naartoe zou willen gaan, daar ben ik nu. Ja, en dat is een hele zotte stap, en ik ben begonnen met die foodbar. Dan kreeg ik een kindje en dacht ik: Nee, dat moet stoppen. Ik moet meer flexibel kunnen werken. Ik wil een online webshop. Dat kwam dan tijdens corona ineens: Bam, stond dat daar. Um, omdat ik mijn voetbal niet kon overdoen. Dan dacht ik: Oké, okay, ik begin met mijn online webshop. Dat, ja, dat was een heel groot succes. Dus dacht ja. ik: Oké, okay, ik kan die twee niet meer combineren. Ik wil ook gewoon een goede mama zijn. Dus ik ga mijn voetbal laten gaan. Beginnen investeren in mijn online webshop. En dan, toen ik mijn online webshop had, dacht ik, zo, maar, ah, ik ben zo geïnteresseerd in dat mentale. ook in mensen zich goed voelen. En dat is niet enkel door producten, dat is ook echt wel op een mentaal vlak je eigen goed voelen. En dan dacht ik van, ja, ik wil ook mindsetcursussen, voedingcursussen, ik wil van alles. Dus ja, ben ik bij beginnen studeren? En ik dacht van, ja, ik kom daar ooit wel. Dus uh, naar avondschool gegaan, verschillende cursussen. En dan nu ben ik mijn cursussen aan het doen. En ik weet nog dat mijn papa zei: van, Je wilt te veel, dat gaat niet. Blijf gewoon bij één ding. Um, en ik dacht: van, nee, maar ik, ik wil dat wel. En, ik, ja, en zonder dat je het weet, ben je er ineens. <laughs> ik ben er ineens. Ik besefte dat van de week: van ja, Mijn papa zei nog dat is te veel, doet dat niet. En nu denk ik: Ik ben er. <laughs> en wat, zei, wat zegt hij nu er dan van? Die is sowieso mega vier. Die is mega vier en die laat me ook doen nu. Je heeft geen jij commentaar zegt, niet meer. Wat jij, doet, wat jij denkt, doet dat morgen. Hij, hij zegt gewoon: Ik snap het toch niet. <laughs> dat is een nieuwe generatie in, met je social media. doet dat fantastisch. Niks meer te zeggen. Nee. Maar hij heeft altijd u wel heel hard gesteund, denk ik. Hij heeft mij heel hard. stappen rondgebracht. Ja. Naar mij. <laughs> hij heeft mij heel hard gesteund in alles, maar hij heeft mij wel ook echt al mijn fouten laten begaan. Echt al mijn fouten, dat het op een duur zo vermoeiend werd. Dat was, voor mij is Munje echt een zieke leerschool. Ja. Ik heb zoveel fouten begaan, zoveel geld in de velberg gegooid, dat wilde jij niet weten. Soms word ik echt blij van uw stories. Als ik zie hoeveel geld dat jij ook in de velberg hebt gegooid, en ik denk ik: I'm not alone. Echt gewoon, ah, oh, ik could have been so rich. Maar ik zou ja. niet nie wijzer zijn. Hè? Nu kan ik wijs zijn. Ik heb, ik heb de maandag nog liggen gebleiten tegen John, omdat ik, omdat ik zei, ik had echt een miljoenen business kunnen hebben als ja. ik niet al die fouten had gemaakt. Maar dit, dat zeg ik ook altijd tegen mensen van oké, okay, hey, wij, wij hebben die fouten gemaakt, wij hebben heel veel geleerd. Maar zonder die ervaringen, je gaat daar nu een miljoen business van maken because you know omdat je weet wat je niet moet doen en ik denk ook dat het zo wij worden wel echt overspoeld online met, met businesses die super snel van 0 naar 7 figures gaan en deze 19-jarige jongen heeft een YouTube-kanaal en hij heeft dan zo'n 16 miljoen volgers of whatever. En dat is, die succesverhalen zijn natuurlijk ook enorme uitschieters. Dus die bereiken ons super snel, waardoor dat je gemakkelijker het idee hebt van iedereen heeft dat. En dat is, dat is wat je moet hebben. Maar in principe is een. Ja, jij, jij doet deze zes, zeven, ja, zeven mm -hmm. jaar of zo dan, waarschijnlijk? Mm -hmm. Zes jaar eigenlijk nog maar. Zes jaar? Ja, dus jij onderneemt zes jaar. Ik onderneem acht jaar in een klets. Nu be bezie ik zoveel dingen echt, en zelfs in de laatste maanden nog weer zoveel nieuwe inzichten en puzzelstukken die vallen. En oké, okay, je kunt natuurlijk, ja, ik geef cursussen zodat mensen daar rapper kunnen leren, <laughs> maar dat ik heb, uh, wat ik op acht jaar heb gedaan, kunnen die. Ja, maar, dat, maar dat was er toch niet? Jaar. Dat, was er, dat niet. was er niet. Je moet dus je eigen fouten begaan. Maar ik ben ook wel heel blij dat ik die heb gehad, want nu denk ik, oh, maar. Als ik een nieuw project aanga. Kijk, we zitten hier in een nieuwe podcaststudio. Ik, de, dat protocol was in orde. We wisten dat we die locatie moesten boeken. We hebben een videograaf. Het systeem is helemaal. Ik weet hoe ik dat moet doen. Maar dat is omdat, ik, omdat wij een heel pad hebben gevolgd. met allemaal fouten te maken. En nu is dat zo. Ah, ik zet dat op. Bam, klaar. Dat is er. Ja, en ik, ik weet nog. toen dat munch begon, dan was dat er niet. Nee. Dan was dat er niet. Nee. En ik vind dat wel heel straf om terug te blikken. en te zien van. Oké, okay, maar je hebt wel uit je eigen. De stappen gevolgd dat je moet volgen. Zoals die stories maken en een Instagram-pagina. Ja. Ik wou gewoon alles delen en dat was ja, nodig om zo dat succes te creëren. Ja, en wat wisten wij over content? Niks. Niks. <laughs> Niks. En ik weet, als ik nu in mijn archief ga, dan maak ik echt zo stories over mijn eigen: van ik verwacht jullie in de winkel vandaag. <laughs> Zo savage, je ja. moet gewoon naar de winkel komen. Ja, ik verwacht u vandaag en ik heb nog een vegan cake gemaakt vandaag. Ik was echt zo, ja, een oproep van kom maar, hè, ik ben hier te wachten. Ja, soms worden... Ik, ik, ik weet niet of jij hebt, uh, hetzelfde voelt, maar soms, als ik kijk naar wat ik vroeger deed, dan denk ik echt zo... Ah, inderdaad, ik heb hier één hoesje liggen. Voor wie is deze mooie cover die ik nog heb liggen? Eh, de, voor die 35 euro ging ik echt wel out of my way om daar ene klant voor te zoeken. En dan nu, eh, we zijn heel hard gegroeid, een groter bedrijf, en nu denk ik zo... Prst, oh, waarom zijn er niet al honderd mensen die vandaag onze lunch hebben gekocht? En soms worden wel echt zo wat Hoogmoedig, maar je vergeet hoeveel werk dat je hebt gestoken in die eerste verkopen. Ja, 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 Soms, hè? Maar ik denk wel dat er genoeg situaties zijn die mensen met de voetjes op de grond zetten. Maar toch, je vergeet soms hoe hard dat je ze gegaan hè? Ja, om, ja, inderdaad. Omdat je ook spiegelt aan mensen die het beter doen. Hè? Ja. Dat je dan eigenlijk vergeet hoe goed, de, ja, hoe, hoe goed bezig dat je bent. Ja, dat is echt. Hey, en heb je zo'n moment ooit gehad dat je dacht van. Ik zie dat niet meer zitten? Mijn duizend, maar echt zoveel. <laughs> Maandag misschien. <laughs> ik heb echt zo gebleid voor mijn leven al voor munt. Ach ja, ja. Ten eerste door al die fouten. Ten tweede omdat ik het ook in mijn, in mijn business is de concurrentenwereld heel hard. Ja. Uh, Not a joke. <laughs> Not nee, a joke. Amai. Die zijn echt heel hard en ja, ik ben ten eerste een gevoelig persoon en ten tweede denk ik ja, we hebben allemaal dezelfde missie. Of Probeerden we, proberen we als business kapot te maken. Ja. Um, dus ja, daar heb ik heel veel voor gebleid. En, ja, en voor mijn fouten. En wat was de grootste fout die je hebt gemaakt? Mag ik dat vragen? De grootste fout... Ik heb... Of wilt je er misschien vijf delen? <laughs> de grootste fout is bijvoorbeeld geen sample bestellen van een soort verpakking en dan ineens... Oh, 2000, 5000 bestellen en de verpakking was niet goed. Zoiets. <laughs> Dat heb ik ook al wel gedaan. Ja, ja maar dat is wel gewoon veel geld in de Pleiten. Je ja. hebt er niets mee. Hè. En nee. dat je dan nog eens uh, gaan betalen voor alle verpakking verpakkingen te komen halen. En ook wel rotzooi dat je dat nog moet stokkeren, maar je denkt van ik laat dat wel even staan, misschien komt dat nog wel iets van pas. Maar het komt nooit van pas. Gooi ja. het weg. Het is jammer, maar moet vernietigd worden. Um, nog een hele grote fout: is investeringen onderschatten. Je denkt van dat geld komt wel binnen. Dat komt wel goed. Maar je denkt van. Hm. <laughs> Toch niet. Toch moeilijk. Hè? Het is gewoon niet altijd gegeven. De markt fluctueert ook superhard. Ja. Dus um, voorzicht... zou je voorzichtiger zijn met je investeringen nu? Sowieso. Um, als ik dat je soms zo dingen per 10.000 zou bestellen, dat zou ik dat nooit meer doen. Lean en mean. Uh, ja, sowieso. Omdat... Ik verander ook zo vaak van verpakking en van product. en Ik wil het altijd beter doen en dan zit ik met, mee, met heel mijn stok. Ja, dat is. En eigenlijk ook de schaarste verkoopt want als jij zegt ik heb maar 100 bananenbroden, Ja, dan moet je er één hebben. Dat je wat één van 100 hè. Dat is, want ja, de Jules zegt ook altijd je moet veel meer bestellen denk ik. Ja, maar dat is ook ergens een kracht. Ik bestel 500 verpakkingen, is dat op? Ja, dan gaan we naar de volgende. Ja. Dan doe ik nu per duizend. maar ik kan er niet eens 10.000 maken, want dan is de strategie ook een beetje weg? Ja, dat is hè. De strategie is een beetje de schaarste. Ook, uh, en ik ben, het... ik ben daarin dan ook weer mega eerlijk, snap je? Ja. Ik wil er niet tienduizend of duizend liegen hebben en dan zeggen: Ik heb er maar vijftig. Ja, nee, nee bij je, mij is het echt niet. gewoon: als ik er nog honderd heb, dan is het nog honderd. Is het op, dan is het op. Dan moeten mijn vriendinnen mij ook niet sturen: van <laughs> ik heb ik er nog geen? Nee, ik heb er geen. Nul meer. is nul. Nul is nul. <laughs> <laughs> en um, wat was dan de grootste investering dat je al hebt gemaakt? Oh, ik denk gewoon machines. Um... Voor de sappen? Voor de sappen. Oh, voor, mijn, voor mijn eigen productie. Die ik daarna aan het handen heb gegeven. Ja. ja. Je Die dat productie? verkocht? Nog niet. Aan alle pitje dieven <laughs> willen jullie dat misschien kopen? Dat is toch wel het minste dat je kunt doen, eigenlijk? Ja. <laughs> Exact. zo aan de fabrikant die daar al, al je recepturen heeft gepikt, zo hier, wil je dat machine kopen. Yeah. Oh my god, hoe irritant! Ja, nu ja. zit je met dat machine. Oké, okay, dan moeten we dan eens even verkopen. Ja, dat was voor mij ook wel een harde les, hè, dat mijn receptuur gewoon gepikt is geweest. De, de ondernemingswereld is gewoon keihard. Dan denk ik zo, hallo, ik ben een jonge ondernemer ik ben een vrouw, ik probeer iets te maken en je, je pakt het gewoon over. we hebben dat samen liggen ontwikkelen. Ik heb daar echt liggen over muggenziften, van nee, een procent meer van dat, een procent minder van dat. En je pakt het gewoon klakkeloos over. Dat is de degoutant, hè? Klakkeloos. Is echt, en wat hebben die daarop te zeggen? ja je hebt dat hier ontwikkeld dus dat is van ons ja nee hè en ik oh my god Dat moet we dan in een contract waarschijnlijk gieten. En... maar een contract heeft ook niet veel zin want vanaf dat je 1% minder of meer doet is ja. dat een nieuwe receptuur dus ja dus dat is gewoon dus zo, Ze hebben zelfs niet de moeite hoor, gedaan ja. zelfs niet de moeite gedaan van de aan te passen die ene procent <laughs> gewoon klakkelos en met die wisten we winnen dat toch ja oh, dat is er echt over um, als je vandaag Nee, morgen. Mm -hmm. Vandaag, Maak dat valt eigenlijk niet uit. Als je 1 miljoen euro zou krijgen voor Munch, en je zou ermee mogen doen wat je wilt, maar het moet voor het bedrijf zijn, wat zou je ermee doen? Ik, ik zou een heel team samenstellen. Oeh. Ja. Een team van wat? Ja, iemand voor de marketing, iemand voor de sales. Ik zou echt een heel team samenstellen, omdat ik heb zoveel ideeën en ik wil dat gewoon uitbrengen. En dat mijn team dat oplost. <laughs> want dat? Jij hebt al wel heel veel opgelost hè, in je leven, veel zelf. Hè? Ik doe alles zelf. Ja. Ik doe alles zelf. Ja. Wat ik heel leuk vind om te doen, en dat zou ik ook zelf blijven doen, maar natuurlijk kun je dat altijd mee ondersteunen, is mijn marketing en, en mijn social media zelf. Want dat is gewoon mijn lifestyle. Ik ja. hoef dat niet in te plannen, niemand kan dat voor mij doen. Als ik vanmorgen mijn koffie ga drinken met mijn supplementen, ja, dan is dat gewoon on the spot gebeurd. Ja. Daar wordt niets ingepland. Dus wel. Maar ik zou wel uh, een heel team willen die alles voor mij regelt, zodat ik gewoon product na product kan lanceren. Dat ja, wel. zodat heel de, de operations eigenlijk in orde is en dat jij gewoon rapper kunt gaan ja, ja, ja. met de marketing. Want de marketing ligt supergoed bij u en dat werkt. En je hebt je publiek opgebouwd en die vertrouwen nu En eigenlijk kopen die gewoon wat jij zegt dat ze moeten kopen, zolang dat je het meent. Dat is het, hè? Ja. Dus ja, supergraaf. En dus uh, heb je dan... Een, een doel voor Munch. Enfin, okay, stel je voor als je dat team zou hebben en je zou die nu allemaal kunnen inzetten. Wat zou je dan willen bereiken? Zo van een big ass goal? <laughs> Ten eerste mijn platform ja, vergroten. Ik wil daar echt zo'n soort van school maken, ah, waar ja, je zo cool. op verschillende manieren, zo voor het mentale, of voor voeding of voor beweging, daar echt zo'n een, een school van maken. En aan de andere kant mijn natuurlijke supplementen doen uitgroeien. En wat ik ook heel graag zie, en daar zijn we ook over aan het nadenken, is om munch, de foodbar, terug te brengen. En dat is alles wat ik um, aanraad voor te eten, en mijn visie in het eten, dat je gewoon bij mij kunt bestellen en ineens mijn producten kunt kopen. mij, het is zo'n fucking goeie idee. Ja. ja. Ik zou Ombeid, Ontbijt en lunch, maar dan geen terwen. Oh, ah, en het is zo'n so struggle. Het is zo moeilijk om het zelf te doen. Ja, want mensen zeggen van ja, als ik geen termen meer mag eten en geen brood, wat kan ik dan nog eten? Ja, kei veel. Geen een boterham en kipcurry. Dat is hetgeen nee. dat je niet mag eten. Je kunt kei veel eten. En ja, dat, ja, ik, wij denken er echt over na om dat open te doen, omdat ik de mensen ook echt wil laten zien: van, er is zoveel te eten ja. en zoveel lekkers. Je moet gewoon even die switch maken. Dat, ga, dat zou echt een mega succes zijn, ben ik er zeker van. Maar ja, ik er en ik heb de Jol, ja. hè? Ja, dus, oh dus mijn gerechten, samen <laughs> met hem. Ja, dat staat morgen ook in die hitlijsten van de beste foodbar ter wereld. Ja, sowieso. Gannem, Jannem, <laughs> <ken> uw <laughs> ja. marketing. Want de Jol is de marketing. Allez, zijn product is zijn marketing. Hij doet dat wel keihard Maar als jij zijn marketing <laughs> doet en hij uw gerechten... Dat is rock solid. Yay. Maar ja, en het is ook gewoon, jullie hebben allebei ook gewoon echt hele goede producten. Dus dat verkoopt ook op de duur wel zichzelf. Hè? Dat is beter allee, dat is, je producten zijn. De consistentie van wat je aanbiedt, het feit dat dat elke keer dezelfde resultaten oplevert en gewoon goede kwaliteit is, dat creëert ook enorm veel vertrouwen. Dat is ook een deel van brand building. Wij altijd zeg, van, hé, je brand bouwt je niet door één keer één ding graaf te doen of één grave een launch gebouwd. Dat door te blijven. Authentiek zijn zoals jij hebt gedaan. Ja, authenticiteit komt ook mee. Oei, fuck, I changed my mind. Ik heb iets anders nu voor jullie. Um, maar ook consistent kwaliteit aanbieden, op tijd verzenden enzovoorts. En dat heb jij zo goed gedaan. Ja, en hij heeft hem even ook heel goed gedaan. <laughs> Supergoed, maar je ja, hebt dat zo graag gedaan, dus hij mocht er echt super fier op zijn. Thanks. Nee, maar <laughs> uh, we zijn wel een goed team samen. Want hij is online niet echt sterk, offline wel. Nu zijn ja. producten. En, zijn, heeft ook wel en zijn mond aan mond. Ja. Mond aan mond. En ik ben heel online. Dus dat en jij een... zei het testpubliek. Dat zou... zo. En wat ook heel grappig is, of leuk om te weten is, hij kookt wel altijd voor mij, maar ik maak zijn smoothieballs en bananenbrood en zo. Uh. Dat, dat, dat denk ik wel het beste in. Goed. ja, het zou gewoon supergoed zijn als hij zo wat de, de, de hartige dingen maakt en jij zo wat de sweet stuff. Misschien. Mm -hmm. ja. ja, uw bananenbrood, die, allez, voor de mensen die luisteren, dat is echt Unparalleled, dat is zo, dat is, zo goed. Dat, is zo... Hier, dat is insane. Ik heb deze gekregen. <laughs> ik heb dat er rest al gekregen, dus ik heb dat niet nu net gewoon gepakt. Maar dat is zat hoe dat hij ja. verkoopt. Ja. En zat hoe zat de mensen daarvan zijn. Ja, maar is het echt. is natuurlijk ook, ik ben daar zo trots op, omdat dat, je moet maar eens proberen te maken iets dat glutenvrij, lactosevrij, is, zonder suiker. Dat is zonder meestal brol. ook smaakvrij. <laughs> zonder brol en dat is echt gewoon zoet. Ja. Top. Lekker. ja en dus dan, dat staat erop hoe ik dat moet maken want ik heb en alleen mega maar, makkelijk ready made heb ik daar alleen maar gegeten en dus ik moet hem zelf maken want ja, je weet dat ik daar niet zo top ja, maar zo, je kunt Goeie dat mee. niet verpesten dat is gewoon te makkelijk zo bewaartip. Ik uh, kan dat niet bewaren. Ik dat gewoon maken helemaal <laughs> op. Ik, als, ik, als ik mijn verpakking maak met bewaartip, dan denk ik echt zo, is dat zelf nodig, want dat is echt op één dag op. Sowieso. Dat is ook wel zo gedenkt. Ik eet gewoon zo een stukje of zo als ontbijt. Maar dan heb je tegen de namiddag wel gewoon heel die cake Ja. Als mensen mij sturen, hoe dan kan ik dat bijhouden, dan denk ik zo. is, dat is binnen de dag op, <laughs> maar drie dagen. <laughs> Um, als er één ding is aan het ondernemerschap dat je zou kunnen laten vallen, wat zou je dan laten vallen? De stress. De stress, hola, de stress. Okay. Wat bezorgt u het meeste stress? De uh, highs en de lows, okay. denk ik. Dus je zou meer zo de consistentie willen, zo de flow? En zo. Of ga je ook wel goed op de highs? Ik ga heel goed op de highs, daarvoor doe het, het. Zonder ja. de highs zou je het niet meer doen. Nee. Hè? Nee. Um... Maar het is zo onvoorspelbaar. Hè? Want die highs, dan denk ik echt, ja, daarvoor leef ik. Ja. Dat is echt een high, dat, dat kun je echt bijna niet beschrijven met anders. Nee, echt, hè? Um, maar er komt wel ook heel veel stress bij. Tuurlijk, ja, Super veel stress. Ja, inderdaad. Dus de stress zouden we willen laten gaan? Ja. En voor de rest? Niks? Niet de boekhouding? <laughs> ik wel, zo <laughs> Maar dat is echt het eerste dat je mij opkomt. Gewoon met die vraag. Maar misschien ben ik alleen. Misschien vind jij dat mega leuk om de boekhouding de e te doen. Of de e-mails of zo. Ah ja. Dat doe okay. ik niet zo graag. Ah ja, oké. Okay. Um, ik, ik ga hier een vraag freestylen. Ik heb allemaal duizend vragen. Maar is er zo één stuk content dat jij denkt van... Ja, deze is echt iets dat altijd werkt? Zo. Ja, pijnpunten. Pijnpunten, ja. 100 Daarmee moeten we gewoon mee beginnen. En ook bijvoorbeeld als ik een puist heb of zo, oh, ik schaam mij daar niet voor en denk ik yes, <laughs> kan ik weer gebruiken ze, helemaal, heel hè? Ja, ja. nee, en dan waar. begin ik te denken, waarom heb ik die puist? Ja, ik heb slecht gegeten ik heb keihard veel stress gehad. Oké, okay, ja, gebruiken want dit, dit is gewoon het leven. Ja. Hoe kunnen we dat oplossen? Ja, terug gezond gaan eten. Het is niet van, hoe kunnen we dat oplossen? Koop dit product, ja, ja. Nee, het is echt wel, oké, okay, je hebt te veel stress gehad, je hebt slecht gegeten, we gaan goed eten, we gaan onze supplementen goed bij, uh, bijpakken. En daar maak je gewoon een story van, of een reeltje van. Hè? En dat marcheert. Altijd. En dat converteert naar darmkuur. Altijd. Ja, der, Darm, ja, darmkuur. darmkuur. Naar... Voor mij is ja, darmkuur, collageen, silicium mijn bestsellers. Ja, inderdaad. En naar de cursus ook? Of pitch je de cursus niet achter een story? Nee. Voor de, de cursus pitch ik meer... Um, ja, ook met pijnpunten, ja. maar dat is niet direct met een puist. Lange... <laughs> het zou kunnen, hè? Het zou kunnen, maar je hebt waarschijnlijk wel langer een opbouw nodig om de cursus te pitchen dan... Uh... Ja. Ja. Oké, okay. goed. Met die cursus is het eigenlijk echt je ja, levensstijl omgooien en je eigen goed voelen. Dus dat, dat heeft ook te maken met een opgeblazen gevoel, oh, ik kan niet opstaan, ik ben je mentaal niet echt fit. Ja. Als... Ik, heb mij, ik heb mij zo lang slecht gevoeld. Hè? Ja. Dus ja, eigenlijk zet jij gewoon het wandelende bewijs van het werkt. 100%. Had, ja. Ik heb mij slecht gevoeld zonder dat ik door had, dat ik mij slecht voelde. Ik vind de beste verkoopstechniek die je hebt, is dat je s'morgens morgens in de fitness staat en dat ik denk, oh heb jij daar energie voor? It must be something. <laughs> dat, dat doe mij al kopen. Ja? Die energie. Die energie. Ik, was, ik was vandaag ook aan het denken. Nu wordt het winter en ik kan al moeilijker opstaan. Dus ik, ga, ik sta mee op met de zon. Dat is ook goed hè? Ik sta mee op met de zon. Dus ik ga mijn eigen niet pushen om, om 6 uur op te staan in de putke winter. Nee, dat is niet goed. Maar in de zomer gaat dat vanzelf. Ja, vind ik heel dus goed. Dus ik probeer gewoon heel online te zijn met alles gewoon. Oh, dus als ik me echt slecht voel, dan ga ik mijn eigen ook echt niet pushen. Nee, inderdaad. Dan ga ik gewoon eens goed blijven. <laughs> de volgende dag hier pak ik mij. <laughs> en dan maak je een goede story erover. <laughs> Zeg, je als je nu zou moeten zeggen van wat wil je graag binnen vijf jaar bereiken met Munch? Als ik Munch startte, dan was mijn stoutste droom zeg maar om naast elke im van McDonald's een im van Munch te hebben. Oh, dat is wel heel graag, zo'n heel specifiek beeld. Zo. Ja, omdat ik vind en nog altijd uh -huh. als je zo snel iets moet gaan halen ja dan denk je direct aan een McDonald's ja maar graag... dat bestaat niet zo hè zo een nee? drive-through maar waarom dat... ik wil dat zo graag maar waarom It would solve so many problems als je nu een M van Munch hebt en je kunt gewoon even snel een smoothie bowl of een smoothie of een bananenbrood of een slaatje of whatever meepakken dat zou toch zalig zijn met een drive-through dat zou echt zo'n oh, ik wacht er al echt al heel op. maar echt op. gewoon mega lekkere dingen ja goh wanneer ga ik dat dan kunnen doen <laughs> Make it happen. Als er een investeerder is. <laughs> Welke investeerder luistert naar de Brand babes podcast? Ja. Nee, ik ga dat publiek opbouwen dat er investeerders luisteren. Uh, I will make that. <laughs> zeg, um, ja, ik, vind, ik denk dat ik bijna alles. heb gevraagd, heb je nog zo'n bucketlist, zo'n bucketlist-item voor je brand, waar dat je nog graag zou willen bereiken? Zo iets dat je denkt van, zou ik wel leuk vinden? Ja, internationaal gaan, maar daar ben ik wel mee bezig. Ola. Ja. Ola, dat wist ik zelf niet. Ja, dat wil ik heel graag en zien. Ja, ja, je kunt maar proberen, hè? Ja, tuurlijk. De producten werken, de marketing. We al Dan moet ik al in het Engels beginnen praten. Dat is wel. Uh... <laughs> dat Heb ik gedaan en dat was niet zo'n succes. Alleen het was een succes, maar niet als ik er zelf terug naar toe kijk en ja. het overgeven. Maar het is, ik het was vind wel ook soms succes. niet dat dat staat als je niet echt goed Engels kunt. Dus ja, ja dat is bij mij wel. <laughs> in het een Portugees, In Braziliaans. Ja. Allee, Bra Braziliaans dat is ook een markt. Dat oh, zou goed zijn, want dat kun jij helemaal, ja. helemaal kijken hoor. Dat kan ik. Ja, <laughs> je bent natuurlijk half, half Braziliaans, ja. toch? En Noah yes. spreekt ook een beetje Portugees? Ja. Echt zo vlot of niet? Nog niet vlot, maar ze zeggen dat dat pas rond hun vijf jaar door begint te komen. Dus hij verstaan wel alles en zo de basics kennen wel, maar zo echt zo babbelen zoals in het Nederlands, dat niet. Dat is wel zot, hè? Ja. Ja, dat komt wel. Hè. Dat komt wel. Ja, uh, exciting things ahead eigenlijk hè, voor münchen en voor. U. Ik denk uh, dat je een super powerful verhaal hebt gebracht en dat mensen daar echt heel veel van gaan leren. En ik ben keifer op. <laughs> en als je zo één iets zou kunnen meegeven aan iemand die nu luistert die zo aan het begin staat van de groei van een brand, ik wil dat graag doen, wat zou jij willen meegeven? Ik denk dat de mindset heel belangrijk is dat je je eigen ook gewoon accepteert als een beginner. En dat je fouten mag maken, dat je daardoor leert. En dat je je eigen daar niet voor afstraft. Ik doe dat bij mezelf ook niet. Als ik fouten maak, dan denk ik van ja, oké, okay, dat is weer een fout erbij dat ik niet meer kan maken. Um, maar dat dat gewoon echt mega normaal is. En dat, dat, dat andere mensen daar ook niet, ja, je er niet voor gaan straffen of zo. Nee. Zolang dat je zegt van sorry, ik heb dat met de beste bedoeling okay. gedaan, dat is een foutje. Gewoon durven. Echt, hè? Dat is zoals in de fitness, als je een beginner bent, gewoon tegen mij gezegd: Ik ben een beginner en ik ga hier keihard veel leren. En binnen een jaar ben ik een hele, een hele andere persoon. Mijn, dat is wel een, echt een goede tip. Dat vind ik heel goed. Heel out of the box thanks. Percent ja? te delen. Ja, en dan ga ik mij verrichten naar iemand die nu luistert. <laughs> naar één iemand. Uh, ik bedoel, naar u. Als je nu luistert, wilt je graag. Stoppen met zoals ik die chaos ad hoc marketing doen. Uh, als je bijvoorbeeld altijd vergeet wanneer de vrouwendag valt, of dag van de webshop, of dag van de klant, of Black Friday, of Pink Friday, of alle hoogdagen van heel het jaar, dan uh, is het uw teken dat je nu mijn contentkalender moet downloaden. Die is gratis. Ik heb die gemaakt voor u en voor mijn eigen, zodat ik niet meer vergeet wanneer dat die piekdagen vallen. Want waarom? Superbelangrijk. Als je piekdagen pakt, heb je meer omzet meer bereik. Dat heb je waarschijnlijk ook al veel gemerkt. Als je zo op een piekdag, op een hoogdag iets doet, de aandacht is gewoon veel hoger. Hè? Dat is gewoon veel beter. Dus download dat in de, via de link in de beschrijving of via mijn profiel, kan ook, of via businessbestit.ck.page slash contentkalender. Het blijft een struggle om deze link uit te spreken tot ik het opgelost krijg met de link, maar deze link... Leidt u naar de prachtige contentkalender van heel het jaar 2024. En dan wil ik u super graag bedanken om uw verhaal te komen vertellen. Merci. Ja, bedankt. Vond je het leuk? Ja, kei leuk. Vond het ook mega leuk. Dat is precies gewoon een gesprek tussen ons. Wat? Wacht, waar kunnen mensen u vinden? Oeh, sorry. Belangrijk. Sorry, mega belangrijk. Op social media, vooral op Instagram en TikTok, munch.superfood. Ja. En daar kunt je mij op de voet volgen. Al mijn storytjes. En dat is mega de moeite, want soms is het een buist. En allez, you never know what you're to get. Ja, en ik deel ook gewoon mijn privéleven in mijn producten. En, um, what you see is what you get. Je hebt super content, dus ik zou iedereen aanraden om het uh, te gaan volgen. Okay. Merci. Thank you. Super hard bedankt om te luisteren naar deze nieuwe aflevering van de Brand Babes podcast. Mij kunt je vinden online bij at Jessica Blog en at businessbestie.be. Elke week op dinsdag om 7 uur morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor u klaar. Dus zie dat je zeker volgende week ook klaar bent om de nieuwe aflevering te beluisteren. En dit hoort je in de volgende aflevering. De, de workload is zo hoog ja. dat je paniek krijgt van ik, ik moet die persoon zien morgen en ik voel mij zo, hoe ga ik mij morgen voelen of um, gewoon niet onder de mensen willen zijn. Ik weet nog dat ik vaak in mijn winkel stond um, en dat ik daar echt niet wou zijn. En dat ik maar gewoon mijn happy face opzette en toneeltjes speelde, maar diep van binnen in een, in een hoekje wilde kruipen. Ook gewoon omdat mijn lichaam reageerde. Ik had superveel acne, mijn haar viel uit, dat brak af, omdat ik me zo slecht verzorgde. Ik at niet goed, ik sliep niet goed, ik had veel pijn, ik nam veel pijnstillers. Allee, ik wil nu niet zielig doen of zo, maar dat was wel een, een periode waar ik me heel alleen voelde. Maar waarbij ik in business wel als een trein liep. Ja. En ik kon niet in die niet stopzetten. Ik moest gewoon echt blijven gaan.